Nintendo fans. Ik ben meer dan 2 maanden te laat. Want op 3 maart bestond de Nintendo Switch maar liefst 5 jaar. Dit zijn alsnog de 10 beste games die zijn uitgekomen tussen 3 maart 2021 en 3 maart 2022 voor de Nintendo Switch. Knal een duimpje omhoog als je alsnog blij bent dat ik deze video opneem. En laat even een reactie achter wat jouw favoriete games zijn. We gaan beginnen. Nummer 10. Miitopia. Ja, misschien komt dit ook wel doordat ik Miitopia nog nooit eerder gespeeld had in mijn leven. Ik vond het superleuk om al deze karakters te maken, maar je moet wel een soort van thema bedenken voor Miitopia, want anders kan de game misschien toch wel een beetje saai worden. Ik had het thema Nintendopia bedacht, waarin ik dus alleen maar karakters van Nintendo poppetjes zou maken. Dus ik had een Mii voor Mario, een Mii voor Pikachu, een Mii voor Waluigi en zelfs een Rabbit Mii. Tussen het maken van de video's door heb ik behoorlijk moeten grinden om mijn team een beetje sterker te maken, zodat ik alle bazen kon verslaan. Maar uiteindelijk is het gelukt en hebben we volgens mij meer dan 50 video's in deze serie gemaakt op dit YouTube kanaal. Dus als je denkt, hey, dat lijkt me leuk, ga de Miitopia serie op mijn kanaal checken. We gaan door. Nummer 9. Big Brain Academy. Knappe koppen. Is this seat taken? Here we go. Yeah! Have you won? What are you doing? Practicing. Maar word je ook echt een knappe kop als je deze game speelt? Nou, dat denk ik persoonlijk niet, maar het is wel ontzettend leuk om jezelf uit te dagen met al deze leuke minigames. Bovendien zie je alle scores van jouw vrienden en dat zorgt natuurlijk voor een leuke uitdaging om te proberen om die scores te verbeteren. Sommige minigames zijn gebaseerd op rekenen, andere op inzicht en zo heb je allerlei verschillende thema's en het is best wel tof om te zien welk thema jij nou eigenlijk het beste bent. Het kan ook soms verschillen, het ligt maar net aan welke minigame je krijgt. Wel een tip, speel deze game in handheld, want dan ben je onwijs veel sneller. Nummer 8. Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Wat? Waarom staat Pokémon zo laag? Nou, daar heb ik wel een antwoord op. Pokémon Diamond en Pearl zijn sowieso al nooit echt mijn favoriete delen geweest. Oh, maar wel even tussendoor. De 8e plek in een top 10 is gewoon dikke prima, want je staat tenminste in die top 10. Anyway, wat ik minder leuk vond is dat je zoveel Bidoofs, Starlys en dezelfde Pokémon tegenkomt in het begin van de game. En dan kan je zeggen, is dat niet in elke Pokémon game zo? Nou, ja en nee. Natuurlijk, in Pokémon Red en Blue kom je veel Rattata's en Pidgeys en Caterpies en Weedles tegen. Maar ik heb het idee dat je ook nog wel andere Pokémon tegenkomt. En de Pokémon uit Brilliant Diamond en Shining Pearl vind ik gewoon niet zo tof als de andere generatie Pokémon. Sorry, ik weet dat ik echt mensen boos maak. Maar hey, dat is mijn mening. Ook in de gevechten tegen de trainers kom je hele tijd dezelfde Pokémon tegen naar mijn idee. Dat was misschien iets erger nog in Diamond en Pearl dan in deze remakes. Maar ook in deze remakes had ik er gewoon last van. Daarnaast is deze game ook echt niet moeilijk meer. Pokémon games worden gewoon steeds makkelijker. En ja, ik wil eigenlijk gewoon een uitdaging. Misschien was alleen het gevecht met Cynthia aan het einde nog een klein beetje een uitdaging, maar voor de rest... Uiteraard heb ik me prima vermaakt met Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl, want ik heb hem ook gewoon helemaal geüpload. Ik heb hem uitgespeeld op dit kanaal en hij staat er ook gewoon op. Maar ik kan gewoon niet zeggen dat dit mijn favoriete Pokémon games zijn. Nummer 7. The Legend of Zelda Skyward Sword. Zelda zo laag? Nou, hierbij geldt een beetje hetzelfde als bij Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Ik vind The Legend of Zelda natuurlijk super tof. Dat behoort absoluut tot mijn favoriete franchises van Nintendo. Maar ik ben anti-motion controls. Ik hou niet van motion controls. En hoewel ik het op de Wii nog storender vond, had ik het hier ook gewoon. Ik hou er niet van. Ik wil gewoon lekker achterover zitten en een Zelda game spelen. Nou kon je deze game ook grotendeels zonder motion controls spelen natuurlijk. Maar ook daarbij had ik met de gevechten
vechten dat ik het gewoon niet zo tof vond. Ik vond de besturing gewoon een beetje vervelend. Qua verhaal verdient deze game het om gewoon veel hoger te staan, maar voor de tweede keer in mijn leven kon ik er me niet toe zetten om The Legend of Zelda Skyward Sword uit te spelen. En dat is zonde, want nogmaals, qua verhaal is dit misschien wel een van de beste Zelda games ooit. Maar ja, dan zie je maar dat gameplay en gemak in gameplay voor mij ook gewoon belangrijk zijn. Misschien ga ik deze serie wel gewoon zelf kijken bij een andere YouTuber, dan weet ik toch tenminste hoe het verhaal verder gaat. Alsnog, plek 7 in de top 10 is gewoon netjes. Ik waardeer deze game. Nummer 6. WarioWare, get it together. Yeah, it is me, Wario. My company's new game is finally ready. Ah, toen deze net uitkwam, heb ik hem echt kapot gespeeld. De eerste paar weken waren fantastisch. Het was superleuk om via de leaderboards de score van mijn vrienden te verbeteren. En ik weet nog wel dat veel mensen uit mijn Twitch community deze game ook gewoon gekocht hebben en keihard hebben gespeeld. WarioWare is de ideale game die je gewoon even 10 of 5 minuutjes kan opstarten en daarna weer weg kan leggen. En als er vrienden over de vloer komen, ja, dan moeten we gewoon een aantal potjes multiplayer spelen in WarioWare Get It Together. Ik denk dat van alle games uit deze top 10 ik het hardste heb moeten lachen met WarioWare. Je gaat gewoon helemaal stuk als je de minigames tegen elkaar speelt en elkaar een beetje zit te zieken en op te fokken. Dat is echt lachen, gieren, brullen. En ja, Wario is natuurlijk ook een meme. Een fantastische gozer, kunnen we dat zeggen? Nou ja, hij staat in ieder geval op de zesde plek met zijn game. Wanneer komt er eigenlijk een Waluigi game? Gooi even een reactie als je ook een Waluigi game wil. Nummer 5. Nieuw Pokémon Snap. Een van mijn grootste hobby's is fotografie. En ik hou natuurlijk onwijs van Pokémon. Dus deze combinatie was voor mij goud. Al sinds Pokémon Snap op de Nintendo 64 vraag ik om een vervolg. En Nintendo heeft het gegeven. Dankjewel Nintendo en de Pokémon Company. En ik moet zeggen dat ik me een aantal weken echt grandioos heb vermaakt met nieuw Pokémon Snap. Je favoriete Pokémon zitten erin. Je zit weer in een karretje. Je kan lekker ontspannen foto's maken en de levels een paar keer doorspelen. Omdat er continu nieuwe dingen gebeuren. Hoe meer mooie foto's je maakt, hoe hoger de scores en hoe meer paden je ontgrendelt. Op deze paden komen weer nieuwe Pokémon en gebeuren er nieuwe dingen. En ja, dat wil je natuurlijk zien als professioneel fotograaf. Dit is een van de weinige games waarin ik het niet erg vind om een level 5, 6 of 7 keer te spelen, omdat je dus 360 graden om je heen kan draaien en er continu dingen achter je en naast je gebeuren die je nog nooit gezien hebt. Er gebeuren allerlei epische dingen tussen je favoriete Pokémon en ja, weet je, ik hou hier gewoon van. En ja, nieuw Pokémon Snap staat dus voor mij hoger dan Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Ik kan er niks aan doen. Hashtag mijn mening. Nummer 4. Lego Marvel Super Heroes. Ja, dit is gewoon mijn favoriete Lego game. Lego Marvel Super Heroes is al een hele oude game die op de PlayStation 4 is uitgekomen. En op de PlayStation 4 heb ik zelfs de Platinum Trophy behaald. En geloof me, dat was echt veel werk. Maar dat vond ik helemaal niet erg, want ja, het verzamelen van je favoriete Marvel Super Heroes is fantastisch. New York is één groot open gebied waarin je fantastisch leuke dingen kan doen. Alle missies zijn zo herkenbaar uit Marvel films. En zoals in bijna iedere Lego game is ook de humor weer fantastisch. Het scheelt natuurlijk dat ik ook een onwijs grote Marvel fan ben. Ik geloof dat ik alle Marvel films uit de Infinity War wel 2 keer minimaal heb gezien. Dus ja, heel veel dingen waren voor mij super herkenbaar. En ja, Lego games die nemen de games ook niet echt serieus. En bovendien nemen ze ook de films niet serieus. En dat is gewoon super grappig. Als ik je één Lego game zou moeten aanraden, zou dat denk ik nog altijd dus Lego Marvel Super Heroes zijn. Nummer 3. Mario Party Superstars. Ja, dit was toch wel de leukste partygame van jaar 5 voor de Nintendo Switch. De vorige Mario Party vond ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ik vond hem een beetje saai en die heb ik eigenlijk amper gespeeld. Mario Party Superstars daarentegen wordt nog steeds wel eens gespeeld in mijn Discord community op multiplayer avondjes. Samen met 3 anderen kiezen we dan ons favoriete bord en gaan we gewoon weer lekker allemaal multiplayer games spelen. De spelborden die in Mario Party Superstars zitten zijn bovendien super grappig en kunnen soms het hele spel weer lekker klassiek op zijn kop zetten.
Mario Party Superstars is eigenlijk gewoon een verzameling van de allerbeste Mario Party minigames en spelborden. En ja, dat kan gewoon niet misgaan. Nummer 2. Pokémon Legends Arceus. Eindelijk proberen de Pokémon Company en Game Freak een keer iets nieuws. En hoewel Pokémon Legends Arceus natuurlijk niet perfect was, want het was niet de allermooiste Pokémon game. Misschien is de Nintendo Switch ook niet krachtig genoeg voor zo'n grote open wereld Pokémon game. Maar ik ben al lang blij dat er een keer iets nieuws gebeurt. Pokémon spawnen in het wild en jij kan zonder met ze te vechten al een Pokéball op ze gooien om ze te vangen. En het draait nu gewoon niet meer om de beste Pokémon trainer te worden. Er zat daadwerkelijk gewoon een verhaal in een Pokémon game. Jij moet namelijk helpen om de gek geworden Pokémon even te kalmeren. En daarmee het stadje te beschermen. Natuurlijk gebeurt er van alles en gaat het af en toe helemaal fout. Maar uiteindelijk komt alles altijd weer goed. Je kan gaan en staan waar je wil. Alhoewel dit niet volledig open wereld is, want je ontgrendelt steeds nieuwe gebieden. Pokémon Legends Arceus was voor mij een mooi nieuw beginpunt van iets nieuws. En ik hoop dat ze dit gaan doortrekken naar iedere nieuwe Pokémon game en het beste van twee werelden met elkaar verbinden. Ik ben zo benieuwd naar Pokémon Scarlet en Violet. Maar nu krijgen we antwoord welke game op de eerste plek staat. Nummer 1. Metroid Dread. It's not seem appropriate. Ja, Metroid. Metroid is liefde. Al sinds de Super Nintendo ben ik fan van de Metroid games. En die heb je in 2D en 3D. Dit is een volledig nieuwe 2D Metroid game. En hoewel we eigenlijk al jaren wachten op de 3D Metroid game Metroid Prime 4, was Metroid Dread toch wel een heel mooi spel. Deze werd tegelijkertijd uitgebracht met de Nintendo Switch OLED. En dat was een hele mooie combinatie. Metroid Dread is namelijk een vrij donkere game. En met een OLED-technologie werkt dit natuurlijk supergoed. Het contrast van alle mooie lichteffecten tegenover het zwart was echt fantastisch om te zien. En daarnaast is Metroid Dread een hele mooie nieuwe Metroidvania. Eindelijk een keer een Nintendo game die niet heel erg makkelijk is. En dat is ook wel eens fijn. En ja, nu is het gewoon te hopen dat we heel snel een Metroid Prime trilogie remake krijgen. Of natuurlijk Metroid Prime 4. Dat was hem weer. Laat even in de reacties weten wat jouw favoriete games waren. Knal die duimpjes omhoog voor de support. En wil je meer Nintendo Switch video's? Abonneer dan op dit kanaal en vergeet het belletje niet aan te zetten. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!